Kopkinderen, ik had eerlijk gezegd die term nog nooit gehoord. Wat is dat precies? Kopkinderen is een afkorting. Dat staat voor kinderen van ouders met psychische problemen. Maar hmm. ik wil daar die tweede P van afhalen, omdat um, een probleem nooit alleen komt. Dus kinderen van ouders met problemen, ja. zou je kunnen zeggen. En jij bent eigenlijk een kopkind. Ik was, want ik ben al 40 jaar. Ja, maar oh ja. <laughs> Zolang je ouders zijn, blijf je het kind van je ouders. Hè? Ja, en je draagt dat toch altijd met je mee. Mm. Zeker in de manier van kijken. En ik draag dat zeker met mij mee in de manier van kijken naar jongeren. Meer bepaald ook naar mijn eigen leerlingen. Want wil je vertellen wat, wat, wat jouw ouders dan precies hebben... Um, mijn moeder had um, wat je zou noemen psychosis. Mm. Men kan eigenlijk niet meer over schizofrenie spreken, omdat men nu zegt dat dat geen ziekte is zoals suikerziekte, waar je niet van geneest. Moet ik wel zeggen dat dat nu de laatste jaren erg verbeterd is, wellicht door het luwen van de hormonen. Nou ah ja, ja, en jouw papa? Ja, die is zonderling en afzijdig en heeft dat niet goed kunnen inschatten dat mijn mama daaraan liet. Mm. Nu, in het boek, ik moet zeggen, ik heb het gelezen op de bus op weg naar de Radio 2-cruise. En ik moest mijn tranen inhouden. Hè. Het hoofdpersonage, Sinouk, een, een jong meisje een, die in het middelbaar zit, zorgt voor haar mama. Die mama heeft echte psychoses. Hè. De, 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 de duiven brengen haar boodschappen, de, zwa de zwanen brengen haar boodschappen. Dat is heel erg, erg zwaar om te lezen. Jouw boek is niet autobiografisch, zeg je. Het boek is autobiografisch geïnspireerd. Dat betekent dat mijn stofkeuze voortkomt uit mijn eigen levenservaring. Mm -hmm. Maar om van een ego-document naar een roman te gaan, is het belangrijk dat je ook spreekt met andere kinderen in vergelijkbare situaties. Dat je je beleest over je onderwerp om te gaan zien. Een van de grootste problemen die je hebt als kopkind is dat je niet goed weet wat komt er nu van alle problemen die we hebben voortkomt uit. De psychose, of hmm. voort uit het kluwen van problemen. Want een probleem of een ongeluk komt nooit alleen. En um, je moet dat eigenlijk leren zien en ah, leren ja. scheiden. En daarom is het ook belangrijk dat je je als auteur beleest over je thema, zodanig dat ik bijvoorbeeld geen andere problemen betrek op die psychose-thematiek. Ah ja, oké. Okay. Wanneer besefte jij eigenlijk van bij ons thuis. Gaat het er iets anders aan toe dan bij andere kinderen thuis? Um, toen ik een jaar of acht was, merkte ik als er vriendjes aan de deur kwamen, bellen, en die, die speelden dan op school die situaties na. Of die reacties van mijn ouders speelden ze dan na op de speelplaats, Dat wat natuurlijk heel pijnlijk was voor mij. Ja. Um, dat was zo het eerste besef, denk ik. En um, ook de verjaardagsfeestjes. Ik werd ook nooit uitgenodigd. Um, nu als mama besef ik natuurlijk um, dat het uh, netwerk van je kind, het sociale netwerk, dat je daar als moeder moet aan werken. Um, als dat niet gebeurt, dan ben je snel geïsoleerd. Um, toen ik een jaar of tien was, hadden wij een uh, hond uit het asiel gehaald, Blackie. Mm -hmm. <laughs> en um, dat, dat hondje leed aan Schurft. Dus die hond, die krapte zijn ongeluk, die beet zijn... Um, zijn poten zouden helemaal open, die kroop overal weg. En dat leek enorm goed op het gedrag van mijn moeder. Dus ik dacht toen, als tienjarige, ah, nu weet ik het wat er aan de hand is. Dat is hersenschurft. Als de hond schurft heeft, en uh, dat ziet er ook zo uit. Uh, mensen met psychose die zijn constant bang. Dat is eigenlijk het ergste om je moeder constant angsten te zien lijden. Door die angsten verloor ze ook haar haren en dan krabde ze zichzelf enorm veel of verminkte ze zichzelf. Mm -hmm. En dat leek echt op de schurft van die arme blakkie. Dan net vertelde je dat jullie een hond hadden met schurft die zich krabde en zo. En dat dat een beetje leek op het gedrag van jouw mama. En dat je eigenlijk je boek daarom in eerste instantie hersenschurft wilde noemen. Hè? Maar toch heeft het ja, een veel poëtischer titel gekregen. Tot de zon aan de horizon vriest. Waarom die titel. Um, Hersenshurt was dus de werktitel. Een werktitel is psychologisch belangrijk, omdat dat een emotionele lading aan jezelf geeft, als je het aan het schrijven bent. Ja. Maar um, de uitgeefster vond, het is een Prankelende liefdesroman. Ja. Het gaat natuurlijk over psychose thematiek die ik helder verpakt heb in een liefdesroman. En Tot de zon aan de horizon vriest is de laatste zin van het boek. Tot de zon aan de horizon vriest hou ik van jou. Dus dat uh, duidt er meer op dat het een liefdesroman is en de liefde overwint ja. alles. Want het gaat eigenlijk over twee jongeren wiens mama, alle, mama's alle twee psychoses hebben. Ja. En eigenlijk vinden ze elkaar een beetje ook in hun verdriet. Hè? Absoluut. Ze klampen zich vast aan elkaar. Ze zijn Eigenlijk lotgenoten. Um, zij hebben beiden dus een moeder met een psychotische kwetsbaarheid, waarbij het bij het meisje zo is dat zij in een zorgrelatie terecht kom, komt. Mm. En bij de jongen dat men de moeder aan de kant schuift en uh, zij zit in de psychiatrie, gaat er uh, elke zondag van twee tot vijf naartoe. Mm. Maar voor de rest speelt zij eigenlijk geen rol in zijn leven. Ja. Oh, in in dus... het begin toch niet, hè? op het, het einde begin. wel. Hè? Hoe ja. was dat bij jullie? Is jouw mama altijd thuis geweest? Ja, zij is altijd thuis geweest. Ja. Ja, ja. Hebben zij het boek gelezen? Uh, mijn vader heeft het boek gelezen. Hij is ja. naar Dinant geweest en heeft het boek op de trein gelezen. Hij was ook op de boekvoorstelling aanwezig. Ja, en wat vinden ze daarvan? Want het is een beetje wel hun leven, hè? Onrechtstreeks, ja. dat daar geschreven wordt. Uh, mijn vader zei na de, na de boekvoorstelling dat hij uh, trots is dat ik de schrijftalenten van zijn familie toch geërfd heb. Want ook als uh, kopkind is hij een heel groot probleem. Dat je afgesneden bent van je familie, hoewel je dus een afgeknakte tak van de boom bent, zoals ik, bleek ik nog steeds het DNA van de boom te hebben, en daar is die heel trots op. En uh, mijn moeder bij haar, voor haar is dat natuurlijk niet gemakkelijk, maar soms zegt ze dan, ja, ik ga dat ook een keer doen. Ik ga naar de zee bellen en zeggen wat ik meegemaakt heb. Ah. Ik vind dat ze dat moet doen. Um maar de trots overweegt zeker aan vast. Sommige van mijn familieleden hebben het er moeilijk mee dat ik mijn stem geef aan de kinderen die geen stem hebben. Mm. Maar um, ik vind, hadden zij dat ene anonieme telefoontje naar de kinderbescherming gepleegd. Dan leed ik nu niet aan deze allesverzwelgende schrijversdrang. Ah, oké. Okay. Hebben, hebben zij dat gedaan? Hebben zij jou uit de situatie gehaald? Niemand Dan... heeft mij uit die situatie gehaald. Uh, nee, kopkinderen zijn onzichtbaar. Ja. Jij staat zelf in het onderwijs, hè? Ja, ik ben... Zie jij ze? Ja, hoor. Ik ben leerkracht Nederlands in Pegasus en Oostende. Ik heb uh, tussen de 100 en de 120 leerlingen per jaar, waarvan er. Ongeveer bij schattingen, drietal kopkinderen per jaar. Ik herken ze onmiddellijk. Is het ja. Waar? Ja, ho ho hoe zie je dat? Het zichzelf wegschrijven. Hmm. Het is een groot verschil tussen een probleemjongere, die het probleem in zijn eigen gedrag heeft en dat ook vooruitwendigt. Hmm. Een uh, kopkind, daarover had men een hele reeks boeken, trouwens. Um, die Probeert problemen te vermijden. En die zal situaties zelf oplossen om niet nog meer problemen te hebben. En zijn mm. ouder of ouders beschermen tegen eventuele moeilijkheden die zich stellen. Ja, je bent zelf ook ouder? Ja, ik heb ja? twee kinderen. Heb jij nooit schrik dat je het zelf ook gaat krijgen? Ik ben absoluut zeker dat ik geen psychotische kwetsbaarheid heb. Want. Uh, um, de werkelijkheid overstijgt inderdaad de fictie. In het echt is alles veel erger. En ik um, ben zelf ook in behandeling geweest bij een psychiater, een mevrouw, die zei toen. Um had jij die kwetsbaarheid, dan had je dat al lang, lang gekregen, die psychose. De trigger is er al lang geweest en je bent er niet op ingegaan, op die nee. manier van spreken. Nee, ja. nee, ik heb eigenlijk door mijn kopverleden eerder een grote kopkracht en een positief zelfbeeld dat ik een sterk mens ben. Ja, dat is fantastisch. En je bent 41, hè? Ja. Op je 41ste heb je dit boek geschreven. Waarom heb je... Zo lang gewacht. Het boek zat al altijd in mij. Maar um, eigenlijk is de centrale thematiek van het boek als je opgroeit en um, met een moeder met psychose. de Chinook, dat meisje, weet niet wat waarheid en fictie is over haar eigen identiteitsbepalende verhalen over haar jeugd, over haar afkomst, hoe ze geboren is, wie haar vader is. Zij weet niet wat de waarheid is. Nee. En dus, zij groeit op op een moeras van verzinsels. Zij heeft ook zelf de ziekelijke neiging om spectaculaire verhalen te vertellen. Nee. Het komt voort uit. De psychoses van haar moeder, omdat ze anders denkt dat ze de moeite niet waard zal zijn. Mm -hmm. Dus om een verhaal te schrijven over dat de waarheid niet bestaat, want dat is de enige waarheid, is dat er geen waarheid is, moet je als auteur ernstig genomen worden. Dus ik heb uh, twee geschiedenisboeken geschreven, tien toneelstukken, theaterwandelingen. Um, ik heb daarmee mezelf denk ik een geloofwaardigheid Toegedicht. Um, ik heb daar ook erkenning voor gekregen. En doordat mijn historisch werk ernstig genomen wordt. Ik heb eigenlijk een louis Paul boontje gedaan. Die had dat ja. ook gedaan. Um, heb je nu helemaal je hart kunnen laten zien, eigenlijk? Ja, daar komt het op neer. Het is een fantastisch boek. Als je het vertelt, krijg ik het weer zwaar. Het is echt de moeite waard om te lezen. Tot de zon aan de horizon vriest van uh, Kathleen Vervarken. De madame. Radio 2